worden verteld aan de hand van een aantal vragen. Namelijk wie, wat, waar, wanneer en waarom. Maar wij beantwoorden vandaag de allerbelangrijkste vraag. Namelijk... whisky? Ja, lekker. Mijn naam is Max en vandaag schenkt Lucia de whisky in. Yes. Hey Lucia, vertel eens, wat drinken we vandaag? Vandaag hebben wij uit Ierland van Clonakilty... van hun Cask Finish Series... Mm-hmm. de Single Grain op Bordeaux-vaten. Oeh. Wat weten we daarvan, Max? Nou ja, Single Grain uit Ierland. Ja, ik zie hier batch 10, 1500 flessen maar van gemaakt. Oeh. Dus dat ziet er allemaal al heel leuk uit. Maar weet je, Clonakilty is een hele bekende plaats. En wil je een fun fact horen over Clonakilty? Ja, graag. Ze staan ook bekend vanwege hun goede kwaliteit worstjes. Oeh. Zij hebben ook een heleboel lekkere barbecue worstjes. Oh, leuk. Hebben we jammer genoeg vandaag niet erbij. Misschien, we misschien kunnen pairen. Misschien voor een volgende aflevering, maar... het heeft niks te maken met de distillerij. Dag van, ik gooi het er eventjes in. Wil je nog wat leuks horen over Clonakilty? Ja, er zijn heel veel fun facts over de stad Clonakilty. Vertel. Zij hebben ook jaarlijks een festival. Uh-huh. En dat heet het Random Acts of Kindness Festival. Nou, dat is, klinkt als een mooie plek om te wonen. Ja. Wat ook heel mooi klinkt. En ze hebben een distillerij. En ze hebben een distillerij. Wat ook mooi klinkt is natuurlijk het geluid van whisky wat in jouw glas druppelt. En dat kun jij ook met ons meedoen als jij het buisje... thuis hebt. Nou, hoe krijg je die buisjes thuis? Dat krijg je door ons podcast-abonnement. Zo krijg je elke 6 weken een pakketje met 6 whiskies. Zodat je elke week een whisky met ons mee kunt drinken. Heerlijk. Nou, goed. Klinkt als een strak plan. Daar laat ik meer over. Maar wil je nu toch al meteen die bestellen, kan dat op elementsofwhisky.nl/podcast. Nou, wij gaan hem lekker inschenken. En dan gaan we het hebben over de Clonakilty. Zo. Ja, voor de mensen thuis, ik probeer altijd het laatste druppeltje uit het buisje te timen op de muziek. Maar dat is... Ik deed sowieso van... Ping. Ja, precies. Ja, mensen die het horen, die kunnen het niet zien. Maar de mensen die op YouTube kijken, die kunnen zien dat ik net mijn buisje een beetje meebewoog met de muziek. Ja. Dus, Zo, ik zit er helemaal klaar voor, Lucie. Ik ook. Let's do this. Jij hebt een leuke aflevering voor ons voorbereid. Nou ja, ik hoop dat het leuk is. Zal het net zo leuk worden als de vraag of Max een see-through is? Nee. Nee, ja, ik heb hard mijn best gedaan. Ik denk dat het een leuke aflevering wordt. We hebben vorige week de aflevering online gezet over diensten. En daar ging het vooral ook over de granen en... Ja. Ja. Dat betekent het organische keurmerk. Precies. En ja. Nu is Clonakilty, heeft ook wel een paar mooie raakvlakken daarmee. Jazeker. Daar dadelijk meer over. Ja. Maar jij had een leuk themaatje voorbereid voor van deze week. En het heeft niks te maken met mythische zeewezens, heb ik me laten vertellen. Nee. Vandaag niet. Jammer. Nou ja, allereerst gaan we het natuurlijk hebben over Clonakilty. Ja? De distillerij, niet de stad helaas. Oh. Over de whisky zelf, uh-huh. Waar ik heel erg benieuwd naar ben. Mm-hmm. Maar wat Clonakilty nog meer produceert, behalve whisky, is ook gin. Ah. En hoe zit dat nou? Want er zijn best wel veel distillerijen die dat doen. We hebben het alles kort mm-hmm. erover gehad bij Dingle. En best wel veel distillerijen die... beginnen met gin of die produceren ook gin. En waarom is dat nou? Dus daar gaan we het straks ook over hebben. Kijk eens aan. Maar eerst gaan we het hebben over de Clonakilty. Precies. Heb jij deze alles gehad? Nee, nog nooit. Nog nooit? Nog nooit. Oké, okay, ja. Ik moet zeggen, ik heb hem in een Ierse pub in Breda als gehad. Dat klinkt echt ook heel leuk, hè? Ierse pub in Breda. Daar hebben we hem in een proeverij hebben hem daar geschonken. Toen hebben we hem gecombineerd met een glas Bordeaux. Nou goed, dat hebben we al een keer in het verleden gedaan, dus dat doen we nu niet. Dus voor mij is hij wel een beetje bekend. Ik moet zeggen, er zijn een paar dingen die ik niet helemaal helder heb en wat ik niet precies kan terugherleiden mm-hmm. op hun website namelijk. En dat is, ik heb namelijk het gevoel dat de eerste batches, mm-hmm. dat die whisky volgens mij gesourced waren. Want ik kan, er zijn heel snel zijn er whiskies met age statements... op de markt gekomen met age statements die hoger waren dan dat de distillerij bestond. Dus, oh, echt waar? Ja. Oh, dat is, maar goed, dat is, ik weet dus weet deze, ik helemaal niks van. Bij deze whisky, ik heb het gevoel dat deze wel gedistilleerd is bij Clonakilty met hun granen, met hun vaten en alles op en aan. Dus volgens mij zijn dit echt, is dit het beginsel van een paar... Hey, Max hier uit de toekomst. Dit is lang geleden dat we dit nog eens een keer gedaan hebben. Maar het is even wat onduidelijkheid. Jullie gaan zo meteen even een clipje horen die wij later in de aflevering hebben opgenomen.
Dit was zonder het volledig uit context te trekken niet mogelijk om het subtiel te editen. Dus daarom krijgen jullie even deze inleiding. Het is namelijk zo dat wij tijdens de aflevering er de hele tijd van uitgingen dat de whisky gedistilleerd was in de Kelowna Kilty Distillery. Dat is achteraf, zijn we erachter gekomen, dat niet het geval is. Dus deze whisky is gesourced. Dus we gaan nu heel even kort luisteren naar het fragmentje waar wij erachter komen. En daarna gaan we weer verder regulier met de aflevering. Dus Port Cask, dat is een premium Irish malt en een 9 jaar oude Irish grain. Kijk, dit is wat ik bedoel. Dus dat is een blend. Ja, en dit is ook wat ik zei, van daar is dus dat deel 9 jaar oude whisky. Ja, dat kan niet van hun zijn. Nee, precies. En de... lees ik mijn aantekeningen en moet ik even terugnemen wat ze zeiden over een jonge whisky. Hoewel deze wel heel vibrant is. Dit is een 9 jaar oude premium Irish grain. Oh. Dus waarom die zo? Want ik vind hem wel echt dat smaak en dat mondgevoel hebben van een jonge whisky. 9 jaar is nog steeds heel jong. 9 jaar is ook wel jong, maar weet je... Nee, maar het is niet 3 jaar oud. Maar Lucia, vertel. Kelowna Kilty. Nou, Kelowna Kilty, aan de zuidwestkust van Ierland ligt dat. En het is een distillerij die is opgericht op de plaats waar oorspronkelijk een familieboerderij ligt. Okay. De familie Scully die heeft daar al voor 9 opeenvolgende generaties zorgen zij voor het land daar. 9 generaties? Ja. Zo hij. In 2018 hebben zij dus besloten om daar een distillerij te openen. En wat is daar nou zo leuk aan? Die distillerij ligt eigenlijk in het hart van Kelowna Kilty, van de stad. Okay. Maar hun warehouse, hun Atlantic Warehouse, zoals ze dat noemen, ligt een paar kilometer verderop, op een klif, ja, vlak bij de zee. Ja. En dat is ook hun granen liggen daar ook in de buurt, hun velden, hun graanvelden. Maar in die Atlantic Warehouse, daar wordt dus eigenlijk alles gedaan. Dus daar wordt, behalve het daadwerkelijke distilleren, maar daar gebeurt dus het rijpen, het blenden, het bottelen en alles wordt daar met de hand gelabeld. Ik vind het wel heel grappig, want dit is eigenlijk een beetje de reden waarom we vandaag deze Kelowna Kilty drinken. Mm-hmm. Ik heb namelijk in de aflevering van Dingle heb ik laten vallen dat in onze in de research die we gedaan hadden naar Ierse whiskies kwam ik bij Kelowna Kilty uit. Ja. En toen heb ik gesteld dat als ik dit hoor, dat Atlantic Warehouse, dacht ik van dit zou nog eens een keer het Ierse broertje kunnen zijn van een van mijn favoriete distillerijen. Van de Old Pulteney. Ja. Ja, dus ik ben eigenlijk vooral benieuwd naar die ziltige invloeden. Nou, wat zij dus ook zeggen, hè, hun granen die liggen bij de Galleyhead Lighthouse. Oeh. Dus ook vlak bij zee. Dat is een vuurtof voor de mensen die heel beperkt zijn in hun Engels. En daar zouden de omstandigheden inderdaad perfect zijn voor een, wat zij noemen, maritime distillery. Een zeedistilleerderij. Kijk. De granen die kunnen daar perfect groeien dankzij het vochtige klimaat. Ook dankzij de invloed van de zee. Er komt daar een mist vanaf. Er komt daar toch wat zout water wat in de buurt is. Er komt milde regen is daar. Dus de lucht die zou daar ook super zuiver moeten zijn. Geloof ik. Ja. En omdat dus de luchtkwaliteit zo goed is en omdat al die zee-invloeden op het water en op de granen van toepassing zijn, zouden dat de perfecte omstandigheden zijn om graan te laten groeien. Zouden wij eens even de whisky erbij gaan pakken? Want ik hoor zoveel goede dingen. Zullen we hem even vanaf het begin doen? Dus ook kijken naar kleur en naar oliegheid en zo. Nou goed, kleur, dat gaan we niet vragen aan de kleurenblinden, Lucia. Heel licht, lichtgoud. Hij is niet, niet mega donker, zoals je bij sommige whiskies ziet. Ik weet eigenlijk niet of hij bijgekleurd is. Ik denk het niet. Nee, hij is niet bijgekleurd. Nee, hij is niet bijgekleurd. Ik vind hem heel mooi. Ziet er lekker uit. Heel mild ziet hij eruit. Wat ik grappig vind is, hij heeft, als je hem ronddraait in je glas, dan krijg je eerst wat sneller lopende benen. Ja. En daarna begint bovenaan een tweede golf aan druppeltjes te ontstaan. Ja. En dat vind ik wel grappig. Qua geur? Mm. Ja, dit, ik, ja. Ja? Ik geef dit de stempel maritime. Jawel. Ik snap het wel hoor, wat ze zeggen. Ja, maar ik moet zeggen, wacht even. Stap terug. Wat ik leuk vind, jij hebt een cocktailvideo gemaakt met Sarah. Sarah Kennedy. Met Sarah Kennedy van McConnell's. Ja. Daarin had jij dit flesje bij, Saline. Voor de mensen thuis die dit... Zoutoplossing. Zoutoplossing. Ik kreeg een recept van Sarah met daarin Saline. Ik heb dat gegoogeld. Dus we hebben een receptje gezocht voor Saline. En dit is dus eigenlijk niks meer dan zoutoplossing. Dus de... Beetje water, beetje zout. Goed roeren. Ja, maar het is niet meer een beetje zout, toch? Nee, het is best wel zout. Ja. Voor degenen die in het ziekenhuis werken, het is veel sterker dan fysiologisch zout.
is veel sterker dan het is veel sterker dan de zoutconcentratie in je eigen lichaam. Oké, goed, super. Dit wilde ik even weten, ja. Nee, maar en ik had eens een keer voor de gein, heb ik een paar druppels hiervan, en ik heb volgens mij 1 of 2 druppels hiervan, in een whisky toegevoegd. Oh god. Gewoon om eens te kijken... Wat dat zout er nou mee doet. En? En het was heel tof. En ik had een zoetere speciaal. Ik had volgens mij een Abelor had ik gepakt. En ik dacht van, ik ga hier heel zuinig mee zijn. En ik ga dit dan vergelijken met Old Pulteney. En ga kijken of ik die zouttoon geïntroduceerd krijg. Nou, ja, dat lukte. alleen het was te zout. Ja, dat kan ik me voor. Het was best wel zout. Het was echt te zout. Maar als ik dan naar deze whisky terug ga... Deze whisky is gebalanceerd ziltig. Ja, het doet me echt wel denken aan het strand. Aan lekker ontspannen. Maar meer de beetje de kleren die je aan had gisteren op het strand. Het is niet... Een super zonnige dag op het strand in je zwemkleding en zonnebrand en dat soort dingen. Het is meer, het is wat koeler en je hebt je goed dik aangekleed, want op het aan zee waait het vaak veel. Ja. En je gaat lekker een strandwandeling maken. Ja. Dat is het. Maar wel fruitig. Ja. Hij is niet, hij is. Je ruikt wel dat hij jong is, in de zin van je... Ja, er zit wel iets in waarvan ik zeg... Hmm. Hij is, als je een nieuw make eens een keer hebt gehad, weet je, het vibrante, zoals we dat altijd zo mooi tijdens onze afleveringen beschrijven, dat zit hier ook wel in. Ja. Nou, slokje proef. Lucia, cheers. Kling. Hmm. Ja, je proeft die single grain wel, hoor. Het is wel, en het is toch nooit zo mijn cup of tea geweest, tot dusver. Romig. Maar ja, dat wel. Het is net een puddingje. Ik proef de Bordeaux. Ja, zeker. Maar als ik jou zo recht tegenover mij zie... zie ik geen laaiend enthousiaste Lucia. Het is hem niet helemaal voor mij. Ik vind hem vrij scherp. Het mondgevoel vind ik ook... Hij tintelt een beetje. Ja. Hij heeft een vrij scherpe nasmaak, vind ik. Ik vind wel die Bordeaux-cask, die finish, die proef je er wel echt in... Mm-hmm. Dat vind ik heel lekker. Ik snap wat jij wel bedoelt met dat romige. Maar dat had ik er zelf nu direct niet uitgehaald. Ik word heel erg afgeleid door het wat scherpere randje dat hij heeft. Ik vind we moeten even heel duidelijk zijn. Dit is een single grain. En een single grain betekent dus dat er verschillende granen gebruikt kunnen worden. Ja. Nou, elke graan brengt zijn eigen smaak met zich mee. Dat klopt. Zoals wij al vorige week besproken hebben. Niet eens elke soort gerst is hetzelfde. Mm-hmm. Dus laat staan, als ik hier bijvoorbeeld nog rogge of tarwe of andere granen in verwerk, dan krijg je een hele andere smaak. Dus die granig, de graansamenstelling, dat is iets wat heel anders is dan wat sommige mensen gewend zijn van een single malt. Ja. Daarbij moet ik wel zeggen dat ik persoonlijk vind altijd dat een single grain heel mooi tot zijn recht komt als hij inderdaad op goede vaat heeft gelegen. Dat denk ik wel. En als hij ouder is. Hmm. Uitgaande ervan dat dit een hele, hele jonge single grain is. Ik denk dat het misschien ook wel een beetje is. Hè? Dat vibrante waar we het wel eens over hebben gehad. Ik denk, en dit wil ik even met jou even zo nou pitchen. Hè? Hier, meteen on the spot. Ik denk dat wij eens een keer een speciale aflevering moeten gaan maken over distilleren. Dat we een aflevering gaan maken waar we echt diep duiken in wat is distilleren eigenlijk? Hoe werkt het? Mm. Ook met een paar wat nerderige feitjes erin. En dan misschien in 1 aflevering 2 whiskies drinken. Eentje in een pot still en eentje in een column still. Mm. Zodat je op die manier echt dat verschil heel goed zou kunnen... Ik denk dat best wel een leuk idee is, ja. Vind jij dit nou ook een leuk idee? Stuur ons dan een berichtje op onze Facebook of Instagram pagina. Of via anchor.fm. Dat is echt meteen, je gaat ook meteen naar nieuwsverkoop of naar keukenverkoop rennen. Nou, ik vind het leuk om te horen wat de mensen hiervan vinden. Denken. Ik vind het wel echt heel leuk om van mensen ook wel te horen van dit is iets waar we wat meer, wat we af en toe wel leuk vinden, inderdaad soms wat dieper op die dingen ingaan. Ja, ik denk dat echt, dat deze whisky, laat ik het zo zeggen, ben jij iemand die nieuwsgierig is naar een single grain? Zou dit wel een hele fantastische showcase kunnen zijn van wat een single grain allemaal kan. Uitgaande ervan dat deze distillerij in 2018 is opgericht. En als jij een single grain kunt produceren die toch zo romig, zo... Ja, ik wil niet zeggen zoet. Ik vind het vooral, het mondgevoel vind ik heel bijzonder. Het wijnvat komt er heel mooi doorheen zonder dat het echt een overheersende smaakexplosie is. Ik vind ook wel, als je hem geproefd hebt en je gaat terug naar de geur...
dan merk je dat er veel meer fruit in zit. Mm-hmm. Raak jij dat ook? Mm-hmm. Dat had ik in eerste instantie had ik dat niet zo. Dat vind ik wel. En dat vind ik altijd wel leuk als je dan terug kan gaan en je hebt wat nieuws. Mm-hmm. Ik snap heel goed wat je zegt hoor. En het is ook echt wel. Ik kan hem wel waarderen, inderdaad, wat jij zegt. Dit kan laten zien wat een single grain allemaal kan zijn. En dat is heel erg knap. Mijn persoonlijke voorkeur heeft het niet. Maar dat geeft niet. Ik kan hem wel waarderen. Het is wel iets wat ik. Oh jee, je kijkt me nu aan. Vertel. Weet je waar ik net aan moest denken? Vertel. Qua smaak. Ja. Voor de mensen thuis, wij hebben een heel lange tijd geleden hebben wij ook een item gedaan over Whiskeria in Praag. Mm, dat is lang geleden. Dat is lang geleden. Dat was januari 2020. 20. En wij hebben daar ook koffie gedronken. En wat zij heel vaak doen, is dan cacaopoeder op de melkschuim van een cappuccino doen. Ja. En ik moest net daar even aan denken. Ah. De combinatie van opgeschuimd melk met cacaopoeder, wat je dan zo. Dus dat mengt zich dan en het wordt geen chocolademelk, maar het wordt een soort van chocolademelkschuimachtige smaak. Dit is zo super specifiek. Het spijt me dat dit waarschijnlijk maar 3 mensen dit kennen, maar dit is wel waar ik mij aan dit denk even. Ik merk dat als ik hem wat langer in mijn mond hou, dat die fruitigheid inderdaad nog meer naar voren komt en dat het die scherpte blijft wel heel erg aanwezig, vind ik, als je hem doorslikt. Maar zolang die in mijn mond zit, wordt het naar de achtergrond verdrongen. Ja, klopt. Dus als ik hem wat langer in mijn... Dus pro-tip, jongens, haal hem wat langer in je mond. Haal hem inderdaad in je mond. Kijken wat er dan met de fruitigheid gebeurt. Zullen we verder? Ja. Ik wou net vragen, van is dit alles wat we hebben over Kelowna Kilty? Maar volgens mij niet, Nee, zeker niet. Nee, ik heb nog een paar dingen. Want wat ik nog wilde benoemen, voordat we naar de whisky toe gingen, is dat door het klimaat, waar zij hun vaten ook hun whisky ook laten rijpen en zo, dat daardoor de whisky actief blijft in het vat. En dat komt de smaak ten goede. Mm-hmm. Max, wat betekent dat? Want, betekent dat die whisky zo... Ik ben whisky, ik ben actief in dit vat. Ik val af, ik heb geen vet. Dat is niet wat er gebeurt. Nee. het is geen sportschool in dat vat. Nee, precies. Dus wat gebeurt er nou? Wat ze bedoelen met actief blijven is heel simpel. Kijk, houtrijping hebben we al een paar keer aangetipt. Mm-hmm. En we hebben dit ook al een paar keer proberen uit te leggen. Houtrijping is niks meer dan whisky die uitzet en in het vat trekt. En daarna vervolgens weer terug het vat ingaat. En daardoor geur, kleur en smaakstoffen uit het vat haalt. Dus uit het hout haalt. Mm. Een klimaat die een actieve rijping stimuleert. Dat wil dus eigenlijk zeggen. En het voorbeeld. Wederlijke voorbeeld erbij pak. Oké. Okay. Ik ben weer teruggerend vanuit het warenhuis. De Elements of Whisky Studio ligt gelukkig naast de Elements of Whisky warenhuis, dus dat scheelt. Ik heb 2 flessen even gepakt. Voor de mensen thuis die deze podcast beluisteren. We proberen het zo goed mogelijk te beschrijven. Tegelijkertijd, voor de mensen thuis die op YouTube kijken, dan kun je het zien. Het kan zo makkelijk zijn. Nee, ik heb hier een fles whisky van de plank gebruikt. En wel de Torda Beek. Mm-hmm. Gaan we even geen review over doen. Het moet namelijk een positieve podcast blijven. Maar de kleur hiervan is, noem het even, heel licht goud. Ja, lichter dan deze, denk ik. Ja, hij is echt een heel stuk lichter dan degene. Deze whisky is maar 3 jaar oud. Dat kan. Deze rijpt echter op het eiland Skye. Mm-hmm. Wat weten we over het eiland Skye? Het klimaat daar is constant echt klerenkoud. Ik heb hier nog een flesje. Dit hier is even wat ze noemen een andere koek. Dit is een hele donkere kleur. De fles die ik hier namelijk heb is de Balcones Texas Pot Still Bourbon. Dus dit is een bourbon gedistilleerd in een padstil. Nou, als ik hier de kleur van pak, dit is heel erg donker. Ja. Die gaat zelfs tegen het roodachtige aan. Ja. Want het etiket is rood. En Er is weinig verschil tussen het etiket en de whisky. Deze whisky is misschien een half jaar tot een jaar ouder dan de Torda Beek. Hmm. Maar de kleur is dramatisch anders. Helemaal donkerder. Goed. Wat weten we over Texas? Juist, het klimaat is extreem. En dat is wat hartstikke warm. Het is daar, overdag kan het daar 30 graden worden. Ja, en 's nachts kan het vriezen. Precies. Dus dat is een actief klimaat. Dus als ik, en Kelowna Kilty heeft dit dus ook. Waarschijnlijk niet zo extreem als dat ze hebben in Texas. Maar wat zij dus ook hebben is dus dat het overdag, in verhouding met bijvoorbeeld Schotland, een stukje warmer is. Het warmer overdag en kouder het 's nachts. Ja. Waardoor dus rijping, bij warmte trekt de whisky het hout in. Mm-hmm. En bij kou trekt hij weer
uit het hout. Mm-hmm. En door die beweging krijg je dus rijping. Dus dat is je actieve whisky? Dat is dan mijn actieve whisky. En afhankelijk van het klimaat dus, is het nou heel verschillend. Ja, dan gaat dat sneller en is die rijping ook actiever. Mm-hmm. Dat is wat zij waarschijnlijk bedoelen met Kelowna Kilty. Heeft een actieve rijping. Ja. Nou, tof. Goed om te weten. Weer wat geleerd. Wat weten wij nog meer over Kelowna Kilty? Ze zijn heel erg klimaatbewust. Natuurbehoud, duurzaamheid. Ze steunen onder andere de Whale and Dolphin Conservation. Dat is een organisatie die eigenlijk als doelen heeft het eindigen van gevangenschap van zeedieren, van whales en dolphins. Het beëindigen van walvisjacht. Het zorgen voor een gezondere zee, dus minder afval en dat soort dingen. Zodat er meer in die zee kan leven. En ervoor zorgen dat er minder zeewezens sterven in netten. Heel veel zeegerelateerde doelen. Wat niet gek is, want het is een maritime. En heeft baat bij vooral die gezonde zee. Ja. En daarnaast zijn ze lid van Origin Green. Wat is Origin Green? Dat is een Ierse organisatie die zich inzet voor het ontwikkelen, maar ook het implementeren van duurzaamheid bij Ierse bedrijven die in de voedselindustrie, in de drankindustrie en in de tuinbouw. Dus eigenlijk om ervoor te zorgen dat alles wat geproduceerd wordt aan levensmiddelen in Ierland op een groene manier gebeurt. Oké. Dus dat zijn best wel mooie doelen. Zeker. Ja. Hey Lucia, dit is één van de whiskies. Hè? Ik ga even alle feiten nog een keertje erbij pakken, dat mensen precies even mee kunnen schrijven voor hun whisky dagboek. Of het opschrijven in je Elements of Whisky notitieboekje. Nee, die sluikerklaar moeten we er zeker in blijven gooien. Kelowna Kilty, dit is de Cask Finish Sherry Single Grain Bordeaux Cask uit Ierland, batch 10. Met 1500 flessen en een alcoholpercentage van 43,6. Heel goed. Maar is dit de enige whisky die ze hebben? Nee, zij hebben in hun range op dit moment 3 whiskies. Ze hebben de Single Batch Double Oak Finish. Dat is een whisky die op ex-bourbon vaten heeft gerijpt. En daarna heeft gefinished in Virgin American Oak. Oké, weet je wat een Virgin American Oak cask is? Ja, een nieuw Amerikaans eikenhouten vat. Ja. Ja. Dus eigenlijk een bourbonvat waar nog geen bourbon in heeft gezeten. Rekenen we goed. Helemaal goed. Ja. Om het gemakkelijk te maken. Hè? Ja. Want bourbon moet ook in Amerikaanse eikenhouten nieuwe vaten. En wat ze daarna zeggen, en dat staat op hun website zo, dat die it's shaved, toasted and recharred ex-red wine European oak casks. Ja. En dat noemen zij de new era of cask. Okay. Dus zij finishen hun whisky daarna nog daarop. Okay. En dit is de eerste Ierse whisky wereldwijd die in die New Era of Cask of NEOC vaten gerijpt heeft. Ja, de term shaven, toasted and recharged. Ook wel STR. Ja. Dit is een term die voor mij ook onbekend was, totdat ik het een keer op een fles zag staan en tegen Frans zei: Frans, waar is dat? En toen zei, legde Frans mij dat haarfijn uit. Mm-hmm. Het is eigenlijk het hele proces wordt uitgelegd in de naam. Shaven, toasted en recharred. Nou, wat je dus doet, het shaven, is niet het weghalen van het baardje van degene die de vaten moet rondduwen de hele tijd. Nee, wat ze doen is, ze halen de binnenkant, dus de binnenste laag hout, schrapen ze er vanaf. Wat waarschijnlijk al gecharred was. Juist, ja, precies. Dus de oude char halen ze eraf. Maar dit is ook het stukje. Dit hout is natuurlijk het eerste deel wat in contact komt met de whisky. Nou, aan jouw rechterkant ligt een duig. Als je aan de zijkant van die duig kijkt, zul je als het goed is een heel klein lijntje kunnen zien. Oh zo, dit lijntje, ja. Ja. Je kunt dus, ja, op beeld ga je dit niet kunnen zien omdat deze duig al een klein beetje geverfd is. Maar die lijn die jij ziet, dat is de lijn tot hoe ver de whisky of de vloeistof die erin heeft gezeten, het hout heeft verzadigd eigenlijk. Dus tot hoe ver die whisky gekomen is. Dat eerste stuk, ja, daar zit altijd contact. Dus dat eerste stuk is het eerste verzadigd. Mm-hmm. Dus als je dat er vanaf shaved, kom je weer bij een nieuw stuk hout, wat eigenlijk een stuk verser is, om het even zo te zeggen. Waar alle stoffen, alle smaken en geurstoffen die de whisky eruit haalt, nog in zitten. Juist. Toasten is eigenlijk meer het bakken van het vat. Mm-hmm. Dus het vat door een oven heen halen en dan heb je nog je recharring. Dus dat is dat je de binnenkant van het vat weer opnieuw doet branden, zodat je toch weer je charlaag krijgt. Want dat laagje houtskool, wat je dus hierdoor krijgt, dat is heel erg van belang voor je rijping. Want op die manier gaan ook de nerven in het hout gaan hierdoor ook open, waardoor de whisky er ook makkelijker in kan. Wat die NEOC, dus de New Era of Casks, precies inhoudt, ja, daar ben ik niet heel bekend mee.
ook niet. En ik heb daar ook eigenlijk niet zoveel over gevonden. Zij hebben op hun website in elk geval staan dat het ex-rode wijnvaten uit Bordeaux zijn. Okay. Dus die worden ook gebruikt voor die single batch double oak finish. Mm-hmm. Of ze nou bij deze whisky, hè, bij de Bordeaux cask finish, ook shaved en toast en recharged zijn, dat weet ik niet. Oké. Okay. Mag je de toekomst? Ronde nummer 2. Want ja, hè, we hebben het al zo niet meer gedaan, doen we het nog een keer goed. Ik heb wel meer research gedaan naar dit vat. En het is best wel interessant. Het is inderdaad van premium French wine casks gemaakt. Dus van premium French winehouses. Die door een STR-proces door een van de beste cooperages in Frankrijk wordt heen gejaagd. Nou, dat is allemaal niet zo heel spannend, wat de Lucie eigenlijk ook al verteld. Maar waarom wil ik dit nu nog even eraan toevoegen? Dat is omdat deze NIOC-casks nog gewoon te koop zijn. Dus wil jij een NIOC-cask? Die kost je €4.000. Dus mocht je interesse hebben, stuur me een berichtje, dan stuur ik wel een tikkie. Nou, dat was hem weer. Maar goed, dat is de eerste whisky die ze hebben? Ja. Dan hebben ze hun Cask Finish series, die op dit moment uit 2 whiskies bestaat. Namelijk de Port Cask Finish en de Bordeaux Cask Finish. Ah, duidelijk. Dus de Port Cask, dat is een premium Irish malt en een 9 jaar oude Irish grain. Kijk, dit is wat ik bedoel. Dus dat is een blend. Ja, en dit is ook wat ik zei, van daar is dus dat deel 9 jaar oude whisky. Dat ja, goed, dat kan niet van hun zijn. Nee, precies. En de... lees ik mijn aantekeningen en moet ik even terugnemen wat ze zeiden over een jonge whisky. Hoewel deze wel heel vibrant is. Dit is een 9 jaar oude premium Irish grain. Oh. Dus waarom die zo? Want ik vind hem wel echt dat smaak en dat mondgevoel hebben van een jonge whisky. 9 jaar is nog steeds heel jong. 9 jaar is ook wel jong, maar weet je... Nee, maar het is niet 3 jaar oud. Als ik hem vergelijk met... Ik heb best wat whiskies van 10 jaar oud gehad. En als ik hem daarmee vergelijk... Ja, maar dat is wat ik zeg. Een single grain is echt lekkerder als je ouder is. We zijn er nu mijn woorden terugnemen. Excuses. Oh, dat betekent dus dat deze whisky niet gedistilleerd is in hun distillerij. Nee, dat klopt. Oh. Jammer. Oh. Maar wel gerijpt in hun warenhuis, denk ik. En ik denk dat ook een hele grote impact zal hebben. Ja. Want dat is waar dat maritime smaakje vandaan komt. Nou, nu zit ik hier en dan denk ik bij mezelf... Ah, had ik nou maar iets wat ik kon proeven van hun, wat echt van hun was? Nou, dan heb ik heel erg goed nieuws voor jou. Want zoals ik al zei, maken zij ook een gin. Dus Max, pak het glaasje erbij wat je voor je neer hebt gezet, ter voorbereiding. Echt joh, dit is echt het meest beste acteerwerk wat we ooit geleverd hebben in de podcast. Als je met beste bedoelt slechtste... Nee, dames en heren. Ik vind het jammer. Ik wou zeggen, want jij had inderdaad wel een hele research gedaan naar de hele range. En ik wou zeggen, want ik herinner me inderdaad iets dat er een whisky was die ouder was dan de distillerij. En dat is dus blijkbaar deze. Dus we hebben nu wel een klein voorproefje gehad van hun warenhuis en wat die impact is. En daar komt wel al die ziltigheid naar voren. Maar wat er echt van hun distillerij komt, dat zal binnenkort hopelijk op de markt komen. Dus mijn nieuwsgierigheid is nog steeds... Oh. Dus nee, dames en heren. Goed. Waarschijnlijk gaat dit dus nog een staartje krijgen. Dit zal dus niet de laatste Corona Kilty zijn. Want nu ben ik wel echt heel nieuwsgierig naar wat zij maken. Ja, maar goed. We hebben dus hun gin hier voor ons. Waarom gaan we nou... We heten toch niet de Elements of Gin, Lucia? Nou. Waarom doen we zoals dit? We al zeiden, maken veel distillerijen dus ook. Veel whisky distillerijen ook gin. Ja, maar waarom? Nou, het punt is dus een beetje... Weet jij hoe gin gemaakt wordt? Soort van. Vertel. Als ik het goed heb, wordt een beslag gemaakt van jeneverbessen. Ook vaak wat granen voor het makkelijk te fermenteren. Vooral en dergelijke. Van graan, ja. En daar kun je dan nog botanicals bij toevoegen. Mm-hmm. Om een... wat floraler smaakprofiel te creëren. En dan doe je dat in een column still distilleren. Bijna. Pot still? Column still. Bijna. Ik ben geen grote gin-connoisseur. Dat geeft niet, maar je zit al heel erg dichtbij. Nou, je doet eerst dat graanbeslag. Dat distilleer je. Okay. Dan gooi je je jeneverbessen erbij. Ah, oké. Okay. Ja. En eventuele andere botanicals. Hè, dus cardamom, kaneel, mosterdzaad, citroen, weet ik het. Wat je maar kan verzinnen eigenlijk. Vlierbloesem. Ja. Daardoor wordt er wat meer smaak aan toegevoegd. Ja. Intussen wordt het ook het alcoholpercentage van het distillaat wordt ook wat omlaag gebracht. Ja. Dus dat is zo'n 96%. Dat wordt weer omlaag gebracht. 96%? 96%. Zo die u. Dat wordt omlaag gebracht. Daar worden die botanicals aan toegevoegd. Onder andere die jeneverbessen. Dat is belangrijk van gin, hè? Want jenever, Nederlandse jenever, is de voorloper van gin. Jenever. En dan wordt het een tweede keer gedistilleerd. En dan heb je gin. En dat hoeft niet
op vaten te rijpen. Nee. Daar hoef je niet mee te wachten. Dat mag je in een fles stoppen en dan mag je verkopen. Kijk, dus dit is gewoon veel sneller. Je leert de rij op en je moet 3 jaar wachten totdat je inkomsten hebt van je whisky. Ja, dat is een beetje jammer. Maar als ik dus... Want de rekeningen die lopen gewoon op. Maar als ik dus en zeg, je hebt hier een fulltime baan aan, dus je kan er ook niet even een baantje bij pakken. Maar het begin, hè? Een krantenwijkje of zo. Dat, een krantenwijkje. Ja. Dat betaalt rekeningen niet. Als vulploegmedewerker. Dus wat doe je? Je gaat ook gin distilleren en dat kun je gewoon zo de winkel inzetten. Maar als ik het dus goed heb, hè, je zegt, je gaat eerst dus een graanbeslag distilleren. Dit komt mij heel bekend voor. Mm, vertel waarvan. Dit is hetzelfde als bij whisky. Ja, precies. Dan heb je dus eigenlijk je new make spirit, zo zouden we het in de whisky term noemen. Alleen doe je dat dan nog vervolgens, dus daar doe je dus nog je botanicals bij, je nevelbesjes bij. Dat is waar de smaak van gin, de typische gin smaak vandaan komt. En daarna nog een tweede keer distilleren. Oké, ja, dus het is nauw verwant aan whisky in principe. Dat, ja, in die zin. Oké. Ja. En omdat je toch al die... Je hebt alle materialen al. Je hoeft alleen... Hè, en je hebt je granen. Je hoeft alleen die botanicals... Erbij te voegen. Erbij te halen. Ja. Dus het is gewoon een hele makkelijke manier... om toch in die eerste 3 jaar... of als je langer wil wachten met jouw whisky op de markt brengen... een winstgevend product te hebben. Nou, jij bent laatst voor het eerst in een distillerij geweest... waar ze gin maakten. En die vond jij heel zacht en heel verrassend lekker. Mm-hmm. Want normaal ben jij niet zo'n grote... gin-liefhebber. Ik ben niet zo'n gin-liefhebber, nee. Tegenwoordig drinken we gin vooral als een gin en tonic. Mm. Daar ben ik ook niet zo van. Ja, deze is niet gek, hè? Mm. Ik vind hem wel... Hij heeft ook wel die scherpe nasmaak, vind ik. Maar goed, ja, dat is misschien ook omdat het gin is. Oeh. Hij is wel heel lekker fruitig. Ik vind hem heel fruitig. Ja. Voor een gin, heel fruitig. Hij is niet gek, nee. Even voor de mensen thuis, want deze gin heet niet Clonakilty, toch? Nee, deze gin heet Minke Irish Gin. Met een alcoholpercentage van? 43,2%. Oh, nog een fun fact. Ja. Gin moet hier in Europa, in de EU, ja, minstens 37,5% alcohol bevatten. En in de Verenigde Staten minstens 40. Serieus? Ja. Oh, mensen, koop dus je gin in de Verenigde Staten. Nou, ik denk dat de meeste gin producers gewoon voor die 40% gaan. Want ja. Ja, ik weet, heel veel gins hebben ook gewoon 38, hoor. Echt waar? Ja, ja, ja. Ja, nogmaals, ik weet niet zoveel over gin. Maar dat is wat ik zou doen, want dan hoef je maar 1 product te maken. En dat kun je gewoon ook. Maar goed, nog een paar fun facts over gin voordat we... Teruggaan naar Clonakilty. Ja, precies. Gaan afsluiten van de gin, bedoelde ik. Gin stamt dus af van jenever. Maar de voorganger van gin en jenever, de gezamenlijke voorganger om het zo te zeggen, die is waarschijnlijk voor het eerst gemaakt in de eerste eeuw na Christus door Arabische alchemisten. Mm-hmm. En het werd eigenlijk als medicinaal iets gebruikt. De meeste gedistilleerde dranken destijds werden in de gezondheidszorg gebruikt. Ja. Dat is toen richting Europa gekomen, verspreid door de Benedictijnen, geloof ik. En in de 13e eeuw werden jeneverbessen, waar dit dus mee gemaakt wordt, vooral gebruikt ter behandeling van maag, darm, lever en nierkwaaltjes. En pas eeuwen later, rond de 17e eeuw, was het echt iets wat je dronk om te drinken, omdat het lekker was. Gin komt uit Engeland eigenlijk, hè, daar kennen we het vooral van. Ja. En gin stamt af van... de Nederlandse jenever. Ja. Nou, heeft dat een heel rijk verleden waar ik niet helemaal in wil duiken. Dat is weer een heel andere aflevering. Ja, er zijn heel veel wetgevingen geweest. Maar het belangrijkste is dat Nederland en Engeland op een gegeven moment oorlog hadden. Ja. En er was dus geen jenever in Engeland. En dat is een probleem, want geen drank is een drankprobleem. En toen werd in 1638 de Worshipful Company of Distillers opgericht... in Londen door Theodore de Mayerne. Oh, Theodore de Mayerne. Ja, dit kan ik dan wel even fatsoenlijk uitspreken. En wat hij dus deed, was de jenever, de Nederlandse jenever, nabootsen. En uiteindelijk werd dat dus de gin. Ja. En dat heeft heel veel, dat heeft echt een hele rijke geschiedenis in Engeland, specifiek in Londen. Door die ontwikkeling daar werd dit dus echt een typisch, de London Dry Gin, ja, die we kennen. Dat werd een typisch Brits product. Nou, aantal jaar verder, 1860, cocktailtrend. Gin tonic? Nou, nog niet. Oh. Maar cocktails werden toch populairder. Ja. Waaiden ook over naar de Verenigde Staten. Dus ineens hadden ze een super grote export naar de VS. Good for them. En door die populariteit van gin daar, overleefde de gin ook de Prohibition. Ah. En de wereldoorlogen.
Tuurlijk. Hmm. Wat gebeurde er toen? Aan het eind van de tweede helft van de 20e eeuw. Gin had het wel overleefd, maar langzaamaan begon het toch wat populariteit te verliezen aan vodka. Oh. En toen kwam Bombay Sapphire. En die zeiden, jongens, kijk eens wat een prachtige fles wij hebben. Die maakte toen die mooie blauwe vierkante fles. En die werd heel populair bij twee groepen mensen. Namelijk bartenders, want het ziet er mooi uit achter de bar. Ja. En hipsters, want hipsters. En zo werd de drank toch langzaam weer wat populairder. Dus daar heeft Bombay Gin heeft daar echt wel een grote rol in gehad. En uiteindelijk is het dus de drank die we nu kennen, waar vele, vele varianten op zijn. Mm-hmm. Vele verschillende cocktails en gin tonics dus inderdaad aan het eind van de 20e eeuw mee en begin van de 21e eeuw mee worden gemaakt. Gin puur drinken is heel erg geassocieerd met de speakeasies. Ja, dus zeker. De kroegen waar je tijdens de Prohibition stiekem toch je drank kon krijgen. En die nu dus, wat een soort thema is eigenlijk nu voor een café of een bar. Nou, voordat wij het kopje gin afsluiten, ga ik stiekem een prijsvraag erin gooien. Mm. Daar wist ik niks van af. Nee, daarom dan zeg ik stiekem. Kan ik ook winnen? Nee, jij niet. Oh. Jij weet waarschijnlijk het antwoord al. Maar jij hebt verteld dat in de eerste eeuw na Christus de Arabische alchemisten distilleerden om vooral wegens medische doeleinden. Maar ik ga jullie stiekem de prijsvraag stellen. Wat is de allereerste alcoholische drank? Laat mij dat weten via een privéberichtje. En dan maak je kans op een hele leuke prijs. Oké, okay, nou, goed. Dat gezegd hebben we terug naar Clone Kilty, toch? Ja. Ja. Ik ga even heel snel naar de gin, want mijn whisky is op. De gin vind ik heel tof. We kunnen zo een beetje zien wat het DNA van de distillerij is. In de aflevering waar jij gezellig met Toon gekletst hebt over Vetterkern, heeft hij jouw nieuw make laten proeven om zo dat DNA te laten toch een beetje te ontdekken. En ik denk dat deze gin is een beetje datzelfde. Kunnen we daarmee proberen te herleiden? Wat is de DNA van de distillerij? En ik vind het vooral heel fruitig. Mm-hmm. En dat fruitige, daar ben ik benieuwd naar. Als je daarna teruggaat naar de whisky, wat gebeurt er dan? Ja, fruitigheid inderdaad. Ik ben heel benieuwd. Aan de ene kant, ik snap het, weet je, je gaat producten sourcen of je gaat gin verkopen om even die rekeningen te kunnen betalen. Moet. Dat snap ik. Maar mijn nieuwsgierigheid naar Clone Kilty is nog niet gestild, Lucia. Zeker niet zelfs. Nou Max, waar hebben we het allemaal over gehad vandaag? Wij hebben het vandaag gehad over Clone Kilty. We hebben het dus gehad over dat het een familiebedrijf is die al 9 generaties lang landen hebben verbouwd. We hebben het gehad over het steunen van goede doelen van hun. We hebben het gehad over deze super toffe Bordeaux cask finish. We hebben hun range kort benoemd en we hebben het gehad over gin. Aangezien natuurlijk ook Clone Kilty een hele toffe gin op de markt brengt. Wat een heel mooi DNA is van de distillerij. Dus wij zijn benieuwd en hopelijk hebben we dan binnenkort een keer een 100% Clone Kilty. Ja, 100% vanaf Clone Kilty met hun eigen granen, met hun eigen maritieme invloeden nog meer. Ik ben daar wel heel benieuwd naar. Ik ook. Nou, en ben jij daar benieuwd naar? Wat moet je dan doen? Wat moet je dan doen, Lucia, om alles te kunnen proeven? Om het te kunnen proeven? Ja. Oh, ja, zeker. Ja. Dan ga je naar de elementsofwhisky.nl/podcast. Ja, dan? En daar bestel je het podcastabonnement. En dan krijg je elke 6 weken een pakketje? Ja, met 6 whiskies. En kun je met ons meeproeven? Hé, dat is net alsof dan elke week kun je dan eens een whisky drinken? Ja. En er komt elke week een aflevering online. Ja? Met die whiskies erin. Met die whisky erin. Het is toch zo goed verzonnen dit, hè? Ja, dit is een goed concept. Ja, die dit verzonnen heeft. Ja, joh, dit houden we erin. Hey, Lucia, bedankt voor weer een hele gezellige aflevering. En wil jij nou Lucia vragen stellen over een whisky? Of wil jij een thema voorstellen? Of wil je iets anders? Zeg ons wat je wilt. Hoe kun je dat doen? Dat kan via onze Facebookpagina of onze Instagrampagina. Elements of Whisky. Kijk eens aan. Nou, ik ga genieten van mijn gin. Misschien maak ik nog wel een jenever tonic. Wie weet het, wat er hier allemaal nog kan gaan gebeuren. En dan zie ik jullie heel graag volgende week terug voor een nieuwe aflevering. Tot ziens. Tot dan. Dag! Hij wordt elke week vrolijker. You know it.